Hallo allemaal, ik ben Griesje. En ik ben Dora en deze week doe ik mijn stage bij RTV Amstelveen. We kregen de opdracht om een korte vlog te maken over wat er nou precies hier binnen gebeurt en hoe het eruit ziet. We gaan jullie dat vandaag eens even laten zien. Hoi allemaal. Zoals jullie kunnen zien staan we voor RTV Amstelveen. We gaan jullie een korte rondleiding geven. We lopen nu in de hal. Rechts zie je een balie. De eerste kamer waar we nu heen gaan is de uitzendruimte. Alles wat jullie zien en horen op tv kunnen wij hier besturen. Dat is te zien aan de monitoren en de knoppen die eronder zijn. We lopen nu naar de volgende ruimte, de studio. Boven de deur hangt een rood lampje. Die gaat branden als mensen bezig zijn met de opnames. Als eerste vallen de groene muur en de felle lampen erg op. De groene muur is als een greenscreen. Daar kunnen achtergronden worden op geprojecteerd. Hier zijn de camera en de autocue. De autocue dient als tekst, zodat je het niet kan vergeten. Dit is de radioruimte. Hier worden alle uitzendingen opgenomen. Hier staan twee muziekspelers. Die zorgen voor de muziek. Hier staan de drie microfoons met koptelefoons voor gasten die willen spreken. En aan deze kant wordt ervoor gezorgd dat alles met het geluid klopt. We staan nu bij de vergaderkamer. Hier wordt natuurlijk vergaderd. En dit is de editruimte. Hier worden alle beelden en teksten eerst gemonteerd en daarna gecontroleerd. Nu om de vlog duidelijker te maken, hebben we een interview met Tim Legner, ook een vrijwilliger van RTV Amstelveen. Wat doet u precies hier als vrijwilliger van Amstelveen? Nou, ik ben de hele dag, iedere dag aanwezig, behalve op zaterdag en zondag. Ik zorg dat de kantoren blijven draaien. Ik zorg dat de koffie op tijd is. En ik praat veel met mensen. Dus eigenlijk doe ik de hele dag niks anders dan vergaderen. En wat gebeurt er in dit gebouw precies? Nou, in dit gebouw wordt zowel radio, televisie als internet gemaakt. En er zijn stagiaires die zijn ermee bezig, vrijwilligers zijn ermee bezig. En zowel overdag als 's avonds. Welke eigenschappen zou je nodig hebben om hier te kunnen werken of als vrijwilliger? De belangrijkste eigenschap die je moet hebben is nieuwsgierigheid. Je moet willen weten hoe dingen zitten. En al het andere kan je leren. En zijn er ook sociale opleidingen die je voor nodig hebt? Ja, nou niet per se nodig hebt, maar die zijn er. En sommige mensen hebben nooit een opleiding en die kunnen dat vanzelf. Maar er zijn ook een heleboel mensen die hebben gewoon een keurige opleiding. En wat je kunt doen is mediacollege bijvoorbeeld in Amsterdam. School voor de journalistiek, daar zijn er meerdere van in Nederland. En dat zijn zeg maar de opleidingen waar je naartoe zou moeten gaan om dit te doen. Nou, dank u wel voor je tijd en dat waren vragen. Oké.